Deze nieuwsuitzending, daarin ga ik, dit is Alan Watt, by the way. Het is in het kader van Alan Watt. En jullie gaan nu even luisteren naar het woord van een vrouw. Zij is een brunette. Ik doe geen schermopname, dus ik kan niet zien hoe ze eruit ziet. Het is een brunette. En die is niet mager. Ze is ook niet dik. Luister even naar haar. Ik heb de speler teruggezet aan het begin. Zij spreekt Amerikaans. En als jij als Nederlander geen Engels kan verstaan, meld je aan voor euthanasie of zo. Engels kunnen we allemaal, of niet? Luister naar deze vrouw. Hey everyone, this is Debbie. I was reading a book today, and it got me thinking about preemptive programming, which got me thinking about how the control is actually working and how it is built into the particular system that we are vesting in right now. It's a shame because it's really kind of a charming book. I'll share it with you in a moment if we can get a few more people on the feed. But I've been really thinking about tactics of control and what is keeping us locked in the self-perpetuating cycle of disempowering ourselves in response to the blatant lies, manipulation, and fear tactics of, and the bullying tactics of a group of pathological liar abusers. And it became clear to me, obviously, a while ago that trying to move through the cesspool political system. Goed. Hebben jullie begrepen wat ze zei? Zij heeft een boek gelezen en ze slaat met dat boek in haar hand. Dat is geen mooie audio. Maar wat zei ze nou? Zij had het over de politieke agenda. Er wordt ons een schuldgevoel aangepraat. Nederlanders, niet dat zij een Nederlander is, maar wij in Nederland. Wij zijn niet lief genoeg tegen Marokkanen. Het is allemaal onzin. Wat ons door de strot wordt geduwd. Deze vrouw weet het. Het is niet eens een mooie vrouw. Ik ben te oud of ik heb te weinig geld om haar zwanger te maken. Ik ben het vergeten om haar zwanger te maken. Graag had ik haar kind willen zijn. Luister nog even naar haar stem. Which is a lie. How the system operates, how power is channeled, how policies are written. It is not how the American people are conditioned and brainwashed to believe. And obviously, if you don't understand how power actually operates and how it is taken from us, there is absolutely no means to regain power. I've talked a lot in the past about how, waking up from the division conditioning of partisan politics. Partisan politics is poison, it is toxic, it is designed to scapegoat one side for what the entirety is doing. Everyone is operating. Zij had het over scapegoat. Weten jullie waar die term vandaan komt? Het komt uit het Oude Testament. Zonde
epoch. En dat gebeurt. En Lee Harvey Oswald, daar weet zij van. Waarom ben ik niet in haar buurt geboren? Dat is een wijze vrouw, die weet ervan. Dat kan je oor horen, kan je oren aan haar stem. Gaat ze verder. Out of a system of blackmail and surveillance that is built into control, so that all who enter are going to be contorted to do the bidding of what is actually driving the power. And the more that you see this, once you wake to that, you'll just continue to see how deep it goes and how it is not new and how it is manifested in a built-in mechanism of this system that has been woven in the fabric of it for decades and decades. Ze zegt decades and decades. We praten over 5000 jaar, 5 millennia, snik. I would like to fondle her titties. Niet voor mijn plezier, maar voor haar plezier. Deze vrouw is 30 jaar jonger dan ik. Geen partij voor mij. Want ik ben nog een miljonair. Ik had het wel moeten zijn. Had zij een kind van mij betaald gekregen. Ik maak geen grapjes. Ik hou niet van humor. Want om humor moet je altijd lachen. Dit is niet om te lachen. Luister naar haar stem. The first part that needs to happen for not just this country, but this entire world to have any kind of real change of trajectory is to reject the false premises and the brainwashing that we have been put under. And it is a mass brainwashing, and it doesn't just come from Fox News or MSNBC. It is built into the school system. History has been rewritten, and we don't even know the foundations of the events that actually happened. The deception is so deep, and it is so consistent, and it is so blatant. We are living in a delusion. We are living in a dream, and it's just so weird to have, you know, if you tune into any component of it, if you tune into the Fox News or the MSNBC or even now the Twitter featured tweets that you get, that whatever has been the tweet of the day or what is the top headlines on Facebook, you are literally you're tuning in to be programmed to narratives that are going to direct us, and it's going to direct how we think and how the language we kind of use, the language we do use, and it is going to keep us directed under it. People ask me when I stopped doing my videos about Las Vegas and Parkland, and I stopped doing those videos. People ask me, are you blackmailed, Debbie? Are you blackmailed? Are they threatening you? And no, nobody specifically called me up and said, you know, if you don't stop this, we're going to hurt somebody. But anybody who is witnessing this with their eyes open are watching what is happening. And, it's interesting. You saw the Bernie Sanders campaign. And Bernie Sanders, everybody who watched Sanders capitulate to a mass cheat and become a spokesperson of the propaganda of blaming Russia for what was an internal fix within the 2016 election,
the number one comment you would hear about that is that he had no choice. He had no choice. He was blackmailed. He was threatened. In fact, anybody, you know, as Bernie's a good guy, he was blackmailed. He was threatened. Which always tripped me out for the people who then went on to think that they were going to draft him and he was going to be a solution. If somebody's blackmailed and threatened, how is getting that person into office going to address them having any power to do anything when, if you're blackmailed or threatened, you aren't going to have the ability to create the changes because you are going to be under a system that threatens you? And that's what we have right now. We have a mob. We have a mob. It's a mob. It was interesting. I was watching an interesting video earlier. I forget which rapper it was. If you could, you go on YouTube and you can look up people who have been trying to break into the entertainment industry. It was a rapper who was talking about, let's see if I can get the video to share on the page. And he was talking about why he never got big and why he never moved forward. And he was talking about how he was basically saying that if you're going to get the contracts, you're going to get the TV shows, you're going to get the exposure, he says you basically are going to have to take it up the butt by the people who, literally, by the people who will give you the contract. He was basically saying you have to become their girlfriend. And that is, you know, the price of admission. How does this blackmail work? How does this blackmail work? I mean, how can they get it so that nobody will challenge them? You know, when you think of the things that are alleged around some of these parties, the things that came out in the WikiLeaks, if you don't think that the power operatives who allow people to be in the top representative positions for directing their narratives are going to ensure that they have some means to keep these people under control, that's a very naive, adorable thing that we think. It's a blackmail system. It's literally blackmail. So these rappers were saying there ain't no power in, you're not going to get any power, you ain't going to get any money, you ain't going to get any voice unless you are literally brought under and into the back room. And I don't think it's any different with the politicians. I think that it's we have severe blackmail, and I think that they have all capitulated themselves to be part of something that is so wretched and dishonest that the people who are now leading the lie through the media, these people who have been allowed themselves to be these snake oil salesmen for these staged tragedy events, if they out the lie, they out themselves, and so it's operating that way. Even ingrijpen. Ze hadden het over snake oil, slangenolie. Er was een tijd in Amerika dat je kwakzalvers had. En die verkochten olie van slangen. Snake oil. Wat heb je daaraan? Een slang kan je gebruiken om schoenen of laarzen van te maken. Je kan slangen eten. Maar slangenolie, waarvoor? Er waren mensen in Amerika die verkochten slangenolie. En allerlei mensen hebben geld uitgegeven voor de olie van slangen. Maar waarom? Heb je goed geluisterd naar haar stem? Zij zei vaak dat mag je haar niet kwalijk nemen. We hebben het hier niet over een professionele radio
uitlezer of oplezer. Dit gaat over een Amerikaanse vrouw en die is pissed off. En haar stem houdt ze in bedwang. Laten we verder luisteren naar haar en jullie gaan respect hebben. Dit duurt 1 uur en 20 minuten. Dat gaan we niet uitluisteren, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar we gaan nog wel een stukje doorluisteren. Heb je dat goed begrepen? En als je dan denkt van ja, maar dit is Engels en ik kan geen Engels. Mooi zo. Dan weet jij wat jou morgen te doen staat. Je gaat maar godverdommes Engels leren. And so it's absolutely stunning to me that people are going to a media that people will say they're so sick of the media lying to us, but then tune in and listen to the media direct a narrative at us and believe them. You know the media is owned by billionaires. You know the agenda of the billionaires is to keep power and money that they have stolen and taken. So why would anybody tune in to get their information from people who purchased the media so that they could direct us to stay under their control? And it's interesting because if you look at... Dit vind ik mooi. Die, Margaret Thatcher, dat was de premier van Engeland, of niet? Hè? Die heeft stemtraining gehad om die stem omlaag te krijgen. Deze bitch, en ik kan haar mooie gezicht zien en jullie niet, die heeft geen stemtraining nodig. Die heeft haar stem gebruikt en dat kan je horen. Luister verder naar haar. At polls and studies and surveys, people will say, politicians lie, the media is owned and bought, parties are sold out on both sides. But if you try to... Die is mooi, hè? But! Hoor je? Je kan bijna zeggen dat deze bitch, die spreekt Limburgs. But! Luister verder naar die vrouw en luister naar wat ze te zeggen heeft. Make it to an individual thing. It's like, oh, that couldn't happen. That's conspiracy theory. That's crazy. That's crazy. And people have been trained to view truth tellers as nuts and crazy. And it's really one of the ugliest things that has happened, and the thing that makes me probably the most angry. I try to control my anger because I think... Precies, dat zei ik. Deze vrouw is verdrietig. Oftewel, boos. En ze houdt haar woede in bedwang. Daar moet je om komen. Zij is daarmee voor mij... De meest shackable slut in de universe. De meest neukbare slet in het universum. En dat bedoel ik niet grappig. Nee, dat bedoel ik serieus. Luister verder naar haar. Anger, fear, playing on negative emotions is something that empowers what's happening right now. But when I think about it, the thing that makes me... That disturbs me about the most about what is happening is the way that people are allowing themselves and capitulating their reality to these pathological liars who are seeking to degrade and control us. And so. Ja, ze zei weer even. Ik zou haar regisseur moeten zijn. Zij zou deze hele speech in totaliteit overnieuw moeten doen. En elke keer als ze zegt,
Dan zetten we de camera stil. En dan gaan we overnieuw. Ze had mijn dochter kunnen zijn. Hoe oud is ze? 32, zo. En ik ben bijna 60. Het had mijn dochter kunnen zijn. Ze heeft een, jullie kunnen dit niet zien. Ze heeft een goede hairdo. Ze heeft zo'n puntje in haar haarlijn. En dat wijst naar voren. Het is een brunette. Met mooie schouders. Ik denk dat ze geen kinderen heeft. Een mooi lang hoofd heeft ze. Zij is een... Ja, ze lijkt qua schedel op die van... op mijn schedel. En een mooie neus. Man. De volgende keer... Maar er is geen volgende keer, natuurlijk. Maar de volgende keer als grap, hè. Dan ga ik wonen in Amerika. Bij haar in de buurt. En dan 5 kinderen. The only way to have any change is to take back a true sense of reality and not allow ourselves to be bent around this this collective delusion. It's not real. And it's very disturbing how obvious and blatant they have been able to be. And one of the things, I think one of the main reasons they have been so successful, well, two, is there's censorship. There is mass censorship in people who actually are speaking the real basic core truths around events or what's driving policy or what's going on with politicians or how they're manipulating. The number of channels that are available on YouTube have really diminished greatly. There's very, very few people left. Dat kunnen jullie niet zien, maar zij kijkt de godganse tijd naar links. Dus voordat ze spreekt, kijkt ze naar links. En dan kan je je afvragen, wat is daar de betekenis van? Nou, het is moeilijk hoor. Je brein, je hebt een linkerhelft en een rechterhelft van je hersenen. En de rechterhelft van je hersenen is gekoppeld aan je linkeroog. En de linkerhelft van je hersenen is gekoppeld aan het rechteroog. Ja, look it up op fucking wiki dinges. Ja? En mensen die kijken naar links, die kijken naar hun mathematische deel. Ja? Want je rechter hersenhelft, dat is de fantasie. Dat deel van jezelf wat alles acceptabel vindt, want kom maar op. Daarom lezen wij van links naar rechts. Ik wil niet moeilijk overkomen, maar zo is het wel. Wij lezen van links naar rechts. De mens dus. En je linkeroog, wat het meeste toegang heeft tot het begin van de zin, dat is links. Dat komt in je fantasiedeel terecht. En dan gaan je ogen van links naar rechts. Dan heb je de consumatie. Verorberen of verabsorberen of zo, van de zin. En dat gebeurt links. Want je rechteroog kan naar de rechterkant van de zin kijken. Ik praat geen poep hoor. En zij kijkt naar links. Als zij wil gaan vertellen wat ze gelezen heeft.
dan gaat ze zich afvragen wat er in haar linker hersenhelft heeft afgespeeld. En zij weet het. Deze vrouw verdient kinderen. En een man met geld. Ja, moet ik haar een e-mail sturen? Nee, want ik heb geen geld. Maar dat is de enige factor. Ik geloof haar. Zullen we verder luisteren naar haar mooie stem? Who are speaking any kind of logic or reality. And this is because, for two reasons. Some people have been lost their channels. We've lost our channels. We have lost our ability to reach people. My YouTube channel has basically been, they have been unsubscribing people. Everybody writes me. I have not got a new subscriber on YouTube in months. And I've had people write that they have tried to resubscribe and they get unsubscribed again. People who I was following in my own coverage of to get information and preserve news clips after things like Vegas and Parkland are all gone. You probably have seen this if you ever go and you look up any subject. You probably. Hoor je die zang? You probably. Jeetje, wat een lekkere bitch, man. And you'll see that all the YouTube videos that have been linked in a story that you may have looked up, you're like, you want to learn about something that you're just catching on to, and you look up around Parkland, or you look up around pick your issue, and all the YouTube videos that are linked are gone. That's because they've been disappeared and they've been scrubbed. So there's been this mass censorship of anybody who is really telling the truth or is close to it. And there is a mass collective shaming going on for that is being used for people who actually get to the core truth. You're a crazy person. You're a conspiracy theorist. You don't talk about it in the context of the objective documentation or evidence or videos or police reports or footage or logic. No, you don't talk about it in terms of that. You talk about it in terms of the messenger. And you'll notice that that's what I've seen repeatedly with talking about things like Vegas or talking about things like Parkland. The media has never addressed once the things that I have covered in my video series on BitChute. They've never addressed one of them. They talk about people who are Alex Jones crazy. Mm-hmm. It's kind of sad to... Dat is heel mooi wat ze nu zegt. Alex Jones crazy. Alex Jones is de... De runner of zo, de head guy van Infowars.com en PrisonPlanet.com. Alex Jones crazy. Totaal met haar eens. To me that people don't understand who Alex Jones is after all this time. Alex Jones is a multimillionaire with millions of subscribers, and even though he constantly tells you that he will lose his ability to stream or YouTube's going to give him a strike, Alex Jones never loses his ability to live stream, and he has never had his content removed, and he never has had his channel removed. Klopt. Alex Jones, ik kan het je aanraden om naar hem te luisteren. 2 uur, 3 uur, en dan weet je wie Alex Jones is. Alex Jones is een katholiek. Een ridder van Malta of een ridder van Columbia. Alex Jones is helemaal niks. Maar gelukkig hebben wij deze vrouw, waarvan ik denk, baby, baby, wanneer heb jij voor het laatst een voetenmassage gehad?
Mag ik het even proberen? Geef me je blote voeten. En dan zijn we getrouwd. The corporate mainstream media will not direct to a channel and use that person as something, as a means to point to on a consistent basis. They would never use somebody who is actually a truth teller and point you to them. Jones completely exists, and it's not just Jones. The Turks exists for this way, and a lot of the people who think people are progressive on the left have become the exact same thing. It's on the right and the left. So Jones is nothing more than somebody who is going to discredit. Jones will put out things that are absolutely true, that there are false flags, but Jones. Hij heeft ze gelijk in. Is Alex Jones. Zij zegt Jones, maar ze bedoelt Alex Jones. Alex Jones vertelt een aantal waarheden. Het incident in de golf van Tonkin. Dat heeft nooit plaatsgevonden. Dat stond alleen in de krant. Alex Jones heeft ook het project voor de nieuwe Amerikaanse eeuw. Het PNAC. Project for a New American Century. PNAC, PNAC. Maar zij, deze vrouw, en jullie kunnen haar niet zien. Zij is mooier dan het woord van Alex Jones. I want to fondle her titties. Will then direct you into completely the wrong direction in understanding it. He will interview the same kind of crisis actors that have been featured on CNN. And he elevates the division. You can just, you know, it's liberals, liberals, liberals. Anybody who is seeding the division and protecting, you know, it's really good that Jones is now forced into the role of having to protect Donald Trump, because Trump is now going against everything that Jones ever said that he stood for. And so it's just, I think he's really outed himself in the past few months. And anybody who plays this role to deceive truth tellers and to deceive the truth-seeking community and mix in lies and crazy will eventually be outed, because they will not be able to stand with their principle ultimately. They will always have to protect what they are propped up and paid to protect. And there's a lot of people like that. So you have the mass sense. Tomo, wat is het mooi? Het gaat erom, je hebt het christendom, dat is westers boeddhisme. Boeddhisme geüpgrade. En voor de rest heb je heidendom. En het heidendom, dat is de sterkste. En de heidenen hebben zich opgericht in de vorm van een piramide. Een onderlaag en dan iets een laag erbovenop en die is kleiner. En een laag erbovenop, die is nog kleiner. En uiteindelijk heb je dan een toplaag en die is heel klein. Dat heet heidendom. Hou het in de gaten. En Donald Trump, die werkt voor het heidendom. Amerika is overgenomen door de katholieken. Nou, je moet zeggen, de katholieken hebben in 1776, dus 1776, in dat jaar, hebben die katholieken een voet tussen de deur gekregen. En dat heet het Eerste Amendement. En toen was Amerika naar de kut. Want voor die tijd was het dat als je katholiek was,
dat mag, ja, het mag wel. Je kan het niet verbieden. Maar wij willen geen aankondigingen zien dat je een Jezuskoekje gaat eten. Een mis noemen ze dat. Dit is het lichaam van Christus. Dat willen wij niet. Dat wilden de Amerikaanse mensen niet. Maar in 1776 hebben die katholieken een voet tussen de deur gekregen. De overheid zal niet een staatsreligie beginnen. Dat lijkt me nogal wieders. Maar dan komt die tweede. De overheid zal ook geen enkele religie verbieden. En dat laatste, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben Perry Winkle. Want heidendom, ja, ik vind het best hoor, dat je seks gaat hebben met kinderen en we gaan het Jezuskoekje eten en dat noemen wij de mis of de whatever. Je mag het wel doen, want ik kan het niet verbieden. Maar ik wil niet dat je een functie hebt binnen de overheid. Jij bent een of andere viespuik. Jij doet de mis, heilige Maria, moeder van God. Gezegend is Jezus, de vrucht van je schoot. Als je dat opzegt. Ja, terug naar de kleutertuin, hè? De kindergarten. Want dat klopt niet. Ik weet niet hoe deze vrouw heet. Oh yes, Saint. Nee, dat is een Saint Progressive. Ja. Misschien heet ze wel Sanna. Oh, wat een mooie vrouw. Jullie kunnen haar niet zien, maar wat zou ik graag met haar in mijn IKEA-bed willen liggen? En dat zij 's morgens wakker wordt en tegen mij zegt, dankjewel. Censorship and you have a lot of disinformation which is funneled. I never was invited to go on Alex Jones, but one of his subjugates, Lionel, did contact me and wanted me to go on his show, and I never would because Lionel was presenting the Q thing, the QAnon thing, which was just another means of, I think Q, the whole Q thing, I don't know if you know about QAnon, if you have followed that, but QAnon was a phenomenon where it was supposedly leaking information on these sites like LiveLeak or some of these alternative Reddit boards, and they were saying, and basically QAnon was saying that Donald Trump was signing all of these treasonous executive orders, and Donald Trump was doing all of these things that he promised not to do in his election because he had to, because he was playing chess so that he could get one over on them and take down the Clintons and the left. And it was really very disturbing to see so many people buy into that, because anybody who is promoting that this is left or right is obviously completely lost. The system is not controlled by the parties. The parties is controlled by the system. Okay. Hoorde je dat? Je hebt in Amerika een tweepartijenstelsel. Je bent republikein of je bent democraat. Die twee partijen regeren niet. Dat wat regeert, stuurt die twee partijen aan. Deze bitch
die het niet, ja, die niet genoeg geld heeft om naar Arnhem te komen en bij mij in mijn IKEA-bed te gaan liggen. Misschien is ze een man. Dan, ja, dan snap ik het wel. Maar stel dat ze vrijgezel was. Waarom komt ze niet naar Arnhem? Lekker bij mij in mijn IKEA-bed liggen. En ik maak eten. Ik haal eten, maakt niet uit. Ik denk dat ze mij kust uit vrije wil. Ze heeft van dat zweterige haar. Ik denk dat ze ruikt. En dat ze geen deodorant gebruikt. Heerlijk. Een vrouw ruiken zoals ze ruikt. Ze heeft ook geen make-up. Waarom? Ja. Voor je CO2-belasting. Verder naar haar stem. Luister goed naar die stem. And the system is controlled by money. It is controlled by billionaires. It is controlled by the three-letter agencies who have operated for decades with black ops. Okay. The three-letter agencies. Welke drieletterige, drieletterige organisaties uit Amerika ken je? De eerste die mij te binnen schiet, behalve de FBI, dat is de CIA. Nou, wat is nou de... Iedereen zegt, ja, het is het centrale intelligentieagentschap. De Central Intelligence Agency. Dat kan je zeggen. Wat is volgens de verstandige mensen eigenlijk de afkorting van CIA? Met de tong in je wang, tong in cheek. Dat is de Catholics in Action. En iedereen mag denken dat die katholieken, dat dat probleem opgelost is, omdat ze de Waldensers op de brandstapel hebben gezet, de Albigensers, oftewel de Kataren, de Gnostici hebben ze en passant even meegenomen. En sinds die tijd zijn de katholieken opgehouden. Nou, die gedachte is niet waar. De katholieken zijn nog nooit opgehouden. Waarom zouden ze ophouden? De aanslagen van 11 september 2001 hebben wij gegeten alsof het ging om de koekhappen. Je hebt een blinddoek om en dan denk je, oh, waar is de koek? Waar is de koek? En dan heb je de koek in je mond en... En wij ons maar afvragen hoe het kan zijn dat Osama bin Laden vanuit een grot in Bora Bora dat voor elkaar gekregen heeft. Ja. Deze vrouw weet ervan. Top budgets that never have to face an election that have been that blackmail the very people that they now control. Ja, even geef haar die... Dit is niet door mij geregisseerd. Ik kan deze hele uitzending met haar overnieuw doen. En haar al die... laten vervangen door stiltes.
zij is een vrouw waar je naar luistert. Zij is een opvoeder. Zij mag stiltes laten vallen. En het gebruik van het woord dat doet ze om de dat jullie niet op de pauzebutton drukken of God beter het Ctrl W doen, close window. Zij wil dat je naar haar luistert. Ik wil dat ook. Dit ook. So, hou je oren open. Daar komt ze weer. With QAnon, you saw people, and the right, who that had supported, a lot of the people on the right who had hoor je die woede? Supported Trump. Naively believed that Trump was going to be an anti-establishment person to make America great again. It's the same exact thing that people on the left bought into with Obama, the hopey changey bullshit. They ik zwijg uit eerbied. Ik denk niet dat zij een bijbelgelovende christen is. Maar dat interesseert me ook geen ruk. Want ik ben een bijbelgelovende christen. En zij is een neukbare. Alleen ik ben te oud om haar te neuken. Misschien niet, maar we wonen te ver van elkaar. Zij woont in Amerika. Ik kom in Amerika waarschijnlijk niet eens binnen. Ik word vast gearresteerd op Schiphol of zo. Dus hoe moet ik naar haar komen? En trouwens, ze heeft waarschijnlijk een vriend. Dus wat moet ik met haar? Die kan ik beminnen op afstand. En that's it. En nu verder naar haar stem. Believe that. So, I think that entire thing was to direct people to not be going against Trump and not to keep propping up the lie that they had been sold, that he was going to drain the swamp, make America great again, take on the corruption which they funnel through the liberals, the libtards versus the repukes. And it's been probably the most potent thing that this power structure has done is to make opposing teams and put the blame for anything that has happened on the opposing teams. And geweldig, ja. Zij heeft het in de gaten. Er is in de tijd van was een Duitser, die heette Hegel. Hegel. Sachs mein auf Deutsch, Hegel. Dan denk je gelijk aan het Nederlandse woord hekel, of niet? Een hekel was een klootzak. Dat was een Machiavelli. Hegel heeft gezegd, je moet ervoor zorgen dat er twee opponenten zijn. En het volk stemt voor opponent A of opponent B. Dat maakt niet uit. Twee is genoeg. Dus Hegel was erop tegen dat Russische communistische systeem van er is maar één partij en daar stem je op. Of je bent geëxcommuniceerd. Hegel zei, nee, twee partijen. Snap je hem? En zijn filosofie erbij was dat het gaat om een these, dus een idee, een voorstelling van zaken. Dan heb je de antithese. Dat is een idee wat ingaat tegen jouw idee. Jij hebt je these.
Je hebt de antithese. En wat ontstaat er dan? Nou, de synthese. Dat zegt Hegel. Ik niet. Ik vind Hegel, net als Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, die leeft niet meer. Maar Arthur Schopenhauer heeft voldoende gezegd over Hegel. Arthur Schopenhauer had een enorme hekel aan Hegel. Hij heeft een geweldig essay geschreven. Zo'n 6 pagina's of zo. Over de kunst van het afleiden van het karakter, dus de inwendigheid, uit de uiterlijkheid. Dus, wij misdadigers, mensen die de ogen dicht bij elkaar hebben, dat zijn misdadigers. Dat is een belachelijke studie. Mensen die de oren dicht aan de kop hebben, dat zijn klojo's. En Arthur Schopenhauer, het wordt nu echt heel grappig, hè? Arthur Schopenhauer heeft gezegd, die hele wetenschap die de innerlijkheid van de mens kan afleiden uit de uiterlijkheid, dat is onzin. Behalve in het geval van Hegel. Die ziet er echt lelijk uit. Net zo lelijk als zijn gedachten. Nou komt zij weer. Oh, wat fijn om met vrouwen te praten. En de parties en de politicians that they puppet. Because as long as you're talking about that, you aren't talking about who is actually pulling the puppet strings. And they've been remarkably successful. To do that, and most people know who, you know, when I did my channel initially, most of my time was spent on election reform, and it was to out how elections are being controlled. It was my work even during the Bernie campaign, because it became very, very clear to me early in the Bernie campaign that we were dealing with a farce, rigged show of an election. If you can call having Donald Trump and Hillary Clinton as candidates some kind of choice that were presented and sold to us from day one. Even ingrijpen. Zij spreekt met haar handen. Ze heeft haar... Haar armen die hangen netjes naar onderen en haar handen zitten ter hoogte van haar hoofd. Zij heeft haar ledematen van elkaar. En haar vingers zijn ontspannen. Ik kan zien dat zij spreekt. Of zij de waarheid spreekt, is aan jullie. Ik zeg dat volgens mij zij, deze vrouw, gelijk heeft. Echt een hele mooie vrouw. Shit. Ja, in de zin van... waarom woon ik niet bij haar om de hoek? Ik kan niks voor deze vrouw betekenen. Ik kan haar de hemel in prijzen met een Nederlandse uitzendingsshow, maar zij verstaat geen Nederlands. Nou, laten we luisteren naar haar Engels. Is what we would have elevated by the media with free billion-dollar coverage campaigns on each side. But even in the context of that joke of an election, it was a mass. Oké, nu even vertellen. Ze heeft een t-shirt aan met lange mouwen. En ze heeft net die mouwen opgetrokken boven haar elleboog. Goed, hè? Een vrouw met een t-shirt met een lang mouw.
Daar ben de goeie. Farce. It was a mass cheat. And initially, I went into exposing these lies because I naively thought if we could just have an election system where we could get the right person in, then we would be able to get policy in that would represent what the people want. Which was a very, very naive concept on my part, and it was so far away from what will actually change the trajectory and give us power that it's not even funny. Because what is actually happening in this country right now is... Dat is mooi, hè? Hoe ze... Right now. Hey. So, actually happening right now. Het is een soort van Limburgs wat ze spreekt. Maar dan met een andere melodie. Limburg is ook heel mooi, een zangerige taal. Maar zij zingt terwijl ze spreekt. Luister verder naar deze leeuwerik. Is basically decades worth of contrived plans to control not just the media, not just the... Ze kijkt weer naar links, hè? Dat kunnen jullie niet zien. Zij kijkt naar links. Zij probeert zich te herinneren. Nog even over dat lezen van links naar rechts. Als jij leest van links naar rechts, dan gaat het eerste beeld gaat naar binnen in je rechter hersenhelft. En als je aan het einde van de zin bent, aan de rechterkant, dan gaat alles naar links. Dus je linker hersenhelft is ook wel de saaie helft van je hersenen. Daar zit jouw informatie. Dus mensen die naar rechts kijken, want je vraagt iemand iets en dan kijkt hij naar rechts met zijn ogen. Ik ga even nadenken. En die kijkt naar rechts. Het is niet zo dat dat per definitie leugenaars zijn. Natuurlijk is het om naar links te kijken als iemand jou vraagt wat is er gebeurd. Dan gaat jouw oog naar links omdat je linker hersenhelft de conclusie heeft getrokken. Je rechter hersenhelft is fantasievol. Dus wanneer jou gevraagd wordt, wat is er gebeurd? En natuurlijk gaan je ogen naar links. Want daar zit de opslag van de gegevens. Jezus, wat een mooie verhaal. Politicians, but control the people in this country and around the world. The power operatives game is they want to bend humanity to its will. And each of these pieces of, you know, the disinformation that goes on through the media and the control of a given political system or how they buy have taken over and created these giant conglomerations which control the food supply and control the drug industry and consolidate policy and power and money. En nu, dat kunnen jullie niet zien, maar ze maakt twee vuisten. En nu heeft ze haar handen weer open. Zo mooi, vrouw. Ik kan wel hunkeren. Want hoe kom je aan zo'n vrouw die dit weet? En zij heeft weer heel vaak gezegd.
maar dat komt omdat ze mij niet heeft als regisseur. Ik haal dat er zo uit. Zij kan alles wat ze nu vertelt zonder zeggen. Dus jullie luisteren verder naar haar woord en ik ga opzoeken hoe die bitch heet. Ik kan haar toch niet neuken, want zij is veel te ver weg. En 20 jaar jonger dan ik. Zou het mijn fucking dochter kunnen zijn, man? En was het maar mijn dochter geweest? Nee, maar dat was mooi geweest. Als dit mijn dochter was... Mijn dochter is 18. En zij is... 34, 32... 36. Please. Haar inruilen. Dan heet zij... hoe heet ze dan? Dan krijgt ze mijn achternaam. Dan mag ze zich gaan zorgen maken over mijn begrafenis. Dat dat wel een feest is, namelijk... Ik hou niet van begrafenissen met droevenissen. Ik vind het verschrikkelijk. Ze heeft een mooie... Ja, zij is laag schedelig. Net als ik. Je denkt dat ze weinig hersenen heeft, maar... Nee, ze heeft er een hele hoop. Werkend. Dat is het grote verschil. Je hebt mensen met heel veel hersenen qua gewicht, qua kilogram. Ja, het werkt niet. Bij haar werken ze. Het is mijn fucking zuster. Into their hands... Is about subjugation of the whole. And we have been enormously subjugated if because we have been buying into a fallacy of the way that our world works, which is being directed. It's mind control. We're dealing with mass mind control. Klopt. Het is zo. Ze heeft een puistje op haar linkerwang. En er zit ook een iets van donkere vlek. En voor de rest is het ja, prachtig hoe ze eruit ziet. Maar ook dat puistje vind ik niet erg. Die man van Motorhead of Motorhead moet je zeggen, Lemmy heette die man, die had ook twee wratten, echt een huge wratten, maar zij heeft geen wrat, het is een paasje. En wat ik mooi vind aan haar, is dat haar ogen symmetrisch zijn. Ik ken veel mensen en die knijpen hun linker oog dicht. Ik heb bijna geen mens ontmoet die een rechter oogknijp had. De meeste mensen hebben een linker oogknijp. Dat betekent dat je de conclusie niet snapt. Als je... Je rechteroog
wat voor... Je linkeroog begint met de zin. En die is verbonden met je fantasie. Daar ging het om, ja. Dus je linkeroog begint met lezen. En neemt van alles waar. En je rechteroog ziet het rechterstuk van de zin. En begrijpt. Concludeert. En die conclusie van je rechteroog gaat naar je linker hersenhelft. En heel veel mensen die knijpen hun linker oog dicht. Ja? Als je kijkt naar symmetrie, hè? Met vrouwen, met die borsten. Hè? Nou, soms hebben vrouwen de ene borst groter dan de andere borst. Dat is niet mooi, dat het niet esthetisch. Los daarvan, het is altijd de linkertiet van de vrouw, de harttiet. De tiet die hangt aan de kant van het hart. De harttiet, die is het kleinste. Als het verschillend is. Zo. En niet dat ik die vrouwen met verschillende tieten denk van ik moet jou niet. Nee. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik zeg dat het de linker tiet is die het kleinste is. Zij heeft... En deze vrouw, met het correcte taalgebruik, behalve die en ah en you know, dat heb ik er zo uitgewerkt. 3-4 dagen in haar woning. En dan doen we de opname opnieuw. Dat is geen enkel probleem. Zij heeft correct taalgebruik. En wat zie ik? Een puist op haar linkerwang. Ja, natuurlijk. Al die kennis die je krijgt, oh, wat je. En mensen moeten dan lachen van ha 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 ha. Obama Clinton heeft de verkiezingen gewonnen. En iedereen blij. Er zijn mensen die hebben daar schoon genoeg van. Die doorzien het. Alan Watt. Hè? Deze komt in de uitzending van Alan Watt. Alan Watt weet dat. Alan Watt woont dichter in de buurt bij haar dan ik. Misschien dat Alan Watt haar mee aan het dansen moet nemen. Ja, mijn enige vraag is, van, heeft zij een vriend? Heeft zij... wat aan mij. Ook al heeft ze een vriend, dat vind ik niet erg. Wel is het zo dat als ik naar haar kijk, dat ik denk van, jeetje mijn kreetje. Wat zou mijn lichaam het fijn vinden om jouw lichaam aan te raken? En dat zeg ik niet zomaar. Mijn Geleense vriendin, die heeft er voldoende over geklaagd. Ja, jouw lichaam wil mijn lichaam niet aanraken en hoe zit dat nou? Maar geloof me nou, tussen mij en mijn Geleense vriendin is alles liefde en vrede. Hé, hey, vrede. Liefde en vrede. Pais. En vrij.
Maar nu haar nog. Jezus. Ze heeft een mooie glimmende huid. En ze heeft een donkergrijs shirt aan met lange mouwen. En het is warm, dat kan je zien. Ze heeft een beetje zweterige haren. Gadverdamme, wat zal ze lekker ruiken, zeg. Oh, goed. Het mooie is haar stem. Komt ze. Now, the reason I started thinking about this today was because I was reading The Graveyard Book. I don't know if you've ever read The Graveyard Book. This, Maggie got this for David for Christmas ages ago, and I picked it up. And it's actually a charming little book until you actually start looking deeper into what The Graveyard Book is talking about. I love ghost stories, and so this talks about a boy whose family was murdered and is raised in a graveyard. And so let me read you the plot of what The Graveyard Book is about, because this is just one small example of mass programming. And anything, the programming is so total that is going on right now. It is so in the movies, it's on TV, it's in the literature that is put out as kids' books. And so it says, it takes a graveyard to raise a child. Listen to the premise of this book. Nobody Owens, known as Bod, is a normal boy. He would be completely normal if he didn't live in a graveyard, being raised by ghosts, with a guardian who belongs to neither the world of the living nor the dead. There are adventures in the graveyard for a boy, an ancient indigo man, a gateway to the abandoned city of ghouls, the strange and terrible Slayer. But if Bod leaves the graveyard, he will be in danger from the man Jack, who has already killed Bod's family. So, not to be a spoiler for anybody who hasn't read this book. Dit las zij mooi voor. Dit gaat over de graveyard. De begraafplaats. Het is niet echt een begin voor een boek, vind ik hoor. En zij heeft die rotzooi gelezen en is pissed off. Look, this is based on, let me read to you why Bod was killed. Let me read to you. Does this sound familiar? let me see. Heerlijk, hè? Ze lacht, hè? Let's get to why Bod was killed. So I'm going to read you a couple passages to point out how the mind control works. Mooie pauze. Here it is. This is where Bod asks why the man Jack killed Bod, tried to kill him, and he killed his entire family. That man killed my family. Indeed, he did. Why? Does it matter? You're never going to tell anyone. The white-haired man barked a laugh. Ha! Funny boy. What I want to know is how have you lived in a graveyard for 13 years without anyone catching wise? The bull-necked man said, you don't talk to Mr. Dandy like that, little snot. I'll split you, I will. The white-haired man took another step closer to the grave. Hush, Jack. All right, an answer for an answer. We, my friends and I, are members of a fraternal organization known as Jack of All Trades, or the Knaves, or by other names. We go back an extremely long way. We know. We remember things that most people have forgotten, the old knowledge. Magic. You know a little magic, said Bod. The man nodded agreeably. If you want to call it that, but it is a very specific sort of magic.
there's a magic you take from death. Something leaves the world, something else comes into it. You killed my family for what? For magic powers? That's ridiculous. We killed you for protection. Long ago, one of our people, this was back in Egypt in pyramid days, he foresaw that there would be a child born who would walk the borderland between the living and the dead. That is, if the child grew to adulthood, it would mean the end of our order and all we stand for. We had people casting nativities before London was a village. We had your family in our sights before New Amsterdam became New York. And we sent what we thought was the best and the sharpest and the most dangerous of all the jacks to deal with you. And, you know, it's interesting, because what's going on with these children's books? This is a children's book. And this is a children's book about an order, basically an occultist order, that kills people for power so that they can take power. And I thought it was really interesting that he said in that line about magic and what the magic did was this line. Where did I put it? Nee, maar dan lekker mij. Ik heb wel het idee dat die video links-rechts verdraaid is. Zou ze een pausje hebben op haar rechterwang? There's a magic you take from death. Something leaves the world, something else comes into it. Now, you see in all these books come out, you see in the Hunger Games. Ja, dit is mijn vrouw. Dit bedoel ik met vrouw. Wij zijn als eerste geschapen naar het evenbeeld van de Here. En wij heten mens. Of Adam, mag je kiezen. Maar mens gaat doen. En toen kwam het idee van, ja, we gaan de helft, noemen wij de helpers, de maninnen. Dit is een manin. Van 32, 34, 36. Ja, ben jij een kerel van 40... met een 100.000 euro of 100.000 dollar op de bank, stuur haar een e-mail en zeg dat ik gezegd heb dat je haar zwanger moet maken. Desnoods verkracht je haar. Dat laatste was een grapje natuurlijk, maar het geeft wel de seriositeit aan. Het is belachelijk dat deze vrouw alleen indruk mag maken op een bijna 60-jarige man geboren te Bovenkerk, te weten ik. Daar moet toch meer uit te halen zijn, of niet? Heb jij nog geld? Het teken. Maar ik ken haar privé situatie niet. Ze ziet er zo gelukkig uit dat ik denk dat ze al een kerel heeft. En dat is dan kut voor ons. Mannen die neukbare vrouwen willen neuken. Het zou kunnen. Nog eventjes verder naar haar mooie stem. Hunger Games was released by Scholastic. Scholastic. You know, the books that, remember when you used to get those little packets when you were a kid in elementary school and you'd order books? Scholastic is a kid's book. Isn't it kind of weird that the Hunger Games, which is based on kids killing kids, and basically foretells kind of an agenda 21 or agenda... Ja, ik wil even zeggen, zij gebruikt het woord basically. Als ik haar regisseur word, dan mag ze dat woord niet meer gebruiken. Basically, essentially,
Dat heet Zoeken naar woorden. Zij zoekt naar woorden. En dat is goed. En tijdens het zoeken naar het woord of de woorden, ben je stil. Jezus man, ik haar regisseur. En ik heb nog een dramaturg achter de hand. Agenda 30 or agenda 50 or whatever you want to call it type of setup is put into the school. Nu heeft ze weer de handen zo mooi open staan. Daaraan kan je zien dat ze haar linkerhand en rechterhand zijn los van elkaar, hangen ter hoogte van haar schouders, de duimen omhoog. En oh, wat heeft ze een mooie schedel, zeg. And made into major motion pictures and directed through Scholastic. I mean, who writes a book about kids killing other kids and the government making kids fight to the death and murdering each other in brutal ways as recommended literature for kids? And what about this thing? The graveyard book, where an ancient society of jack of all trades, and they're in the book throughout the entire thing about this ancient order who is in every level of government and every powerful agency and every police organization and all of it, is directing the power. And isn't it interesting that the kid can't leave the graveyard and has to stay in prison with this graveyard in this confined territory lest he be killed? These are kids' books. Who in the world is putting out kids' books with this kind of theme and this kind of content? With ancient orders and societies and occultist magic. And it's interesting because you know where the man Jack lives? You know where his address is? Number 33. Do you know the highest number of Masons? What is the highest number of Masons? Laatst is ze mis. Ze heeft gelijk hoor. Je hebt het geloof. En dat is ontzettend goedkoop. Je koopt een koning Jacobus Bijbel, een King James. 1611. Die koop je hier in Arnhem voor €8,95. En op het internet kan je, je typt maar wat in. En je komt wel tegen een of andere lullo aan. En die vertelt jou hoe het zit. Numeri 31. Daar valt de hele wereld overheen. Hè? Dus Numeri 31 moet je uitgelegd krijgen, denk ik. Maar ja, wie ben ik? Misschien dat jij Numeri 31 gelijk begrijpt. Daartegenover staat het hiërarchische geloof. Jan is priester en Piet is kapelaan. Zo. En dat klopt niet. En bij de vrijmetselarij doen ze hetzelfde. Je komt binnen in de Blue Lodge. En dan mag je naar de, weet ik wel wat. Maar je hebt 3 treden. En dan ben je 3e graads. En dan mag je meer gaan betalen per maand. De vrijmetselarij is super zielig. Armoedig, zijn ze. Ik ken een man, dat is een Turk. En zijn familie heeft hem uitgehuwelijkd. Dus, of zoiets. En nu heeft hij een kind. En hij blij, man. Want ik heb een juk. En dat is me goed ook.
Want anders zit ik alleen maar in diezelfde stomme kroeg als Perry Winkle. Ik ben ook blij voor hem. En hij is uitgenodigd bij de vermisselaars. Of die lid wilde worden. Of hij heeft erom gevraagd, dat weet ik ook niet precies. Het antwoord was €330 per maand. En dan praat ik over 6 jaar geleden. Zo. €330 per maand. En mijn vriend, of mijn kennis, Turkse, Koerdische dinges, kennis. Die zei, ik heb die centen niet. Waarop die vrijmetselaar tegen hem zei, nou, dat maakt niet uit. In het begin doen we het gratis. En betalen komt wel later. En ik denk, ja, what the fuck. Dat doen heroïne dealers ook. De eerste shotjes zijn gratis. En daarna ben je verslaafd en ga je betalen. Er is iets grondigs mis met hiërarchisch geloof. En dat er maar 33 graden zijn, dat is niet waar. Want die klojo's, die hebben al lang verzonnen dat als je 33 graden hebt gehad, dan kan je ook 99 graden hebben, of niet? Je hebt nog zo'n orde, hoe heet dat? De Shriners. Die zitten boven de 33 graden. Dat kan ik je vertellen, dat garandeer ik je. De Shriners. Die hebben een fez op hun hoofd. En een fez is een bloempot met een kwastje. De vorm van een bloempot en een kwastje erbovenop. Ken je dat nummer van Steely Dan? Don't make me do it with my fez on. Tu-tu-tu-tu. Goeie band, Steely Dan. En oh, wat zou ik graag de Steely Dan zijn van deze vrouw. Steely Dan, dat is een vibrator van staal. Ik heb het niet voor het kiezen. Had ik het maar voor het kiezen. Ik hou niet van opnieuw leven. Dat vind ik belachelijk. Maar als we het hebben over opnieuw leven, deze bitch. 33. That's where the man Jack lives. So, you know, you're seeing these kind of things and they're infused in the literature. They are infused in the culture. They are infused in the movies. And I know that it is very hard for people who have been culturally brainwashed to believe into a basic spell of deception that is being cast against us. You don't need to just break the lie. You don't need to just break the lie of the absolute deliberate concoction of staged events and false power going through politicians that is directed from behind the scenes. We need to literally break a spell, because this is not just deception, and this is not just men and women doing evil things. There seems to me
that literally there is energies that move into this world. And this is a very difficult way to talk because people don't think of these kind of, we don't really understand, I don't know, I think the deeper way that the deeper... Mooi. Ja, nu gaat ze stotteren. Ze komt aan een moeilijk punt. In het Nieuwe Testament staat, voor zover er sprake is van oorlog, gaat dat niet tussen vlees en bloed. Het gaat over principalities. Ik ben niet zo bijbelvast. Maar dat staat ergens. En dat klopt. Het is een oorlog tussen overtuigingen. Oftewel een oorlog in de hemel. En zij is een strijder. Ik sta naast haar. Ik denk dat ik nu al zoveel van haar hou, dat als zij een man heeft, dat die jaloers wordt op mij. Beter dat ik zo ver van haar woon. Laten we luisteren naar haar stem. Energies that are behind our humanity. I don't think we understand it. And the perversion and the brainwashing that is going on is about subjugation of humanity. It is about degrading of humanity. And it is a dark energy that is moving. I don't... Zij heeft totaal gelijk. Het gaat om een donkere energie die beweegt. Dat klopt. En die donkere energie, die gaat maar door. Omdat wij dat niet in de gaten hebben. Of beter gezegd, dat kan je niet beter zeggen. Die donkere energie gaat door, omdat wij dat niet in de gaten hebben. Ik ken iemand, dat is een technicus. En op de dinsdag van 11 september 2001 zag hij de beelden op tv en hij dacht, God verzakken mijn klootjes. Wat hebben ze nou weer gedaan? Die man die rookt geen tabak, die rookt geen wiet, hij drinkt geen alcohol en hij eet geen vlees. Zou dat iets te maken hebben met het feit dat hij op die dinsdag wist? Ja. En ik kan wel willen dat ik een kind zou hebben met deze vrouw. Waar slaat het op? Het gaat niet om mij. Het gaat niet om deze vrouw. Het gaat om jullie. Deze vrouw, even terug te vatten, ze heeft het over mind control.
mind control is. Want je mind, dat is je lichaam, is het enige wat bestuurbaar is. Jouw geest, jouw aanwezigheid, de oorzaak van jouw lichaam, dus de eigenaar van jouw lichaam. Weet jij de eigenaar van je lichaam? Nou, dat ben jij, of niet? Dus jij hebt je lichaam en jij bent de eigenaar daarvan. Verplaats je nou eens in die rol. Toch? Ja. Ik ga deze afbreken. En ik ga er nog één maken. Want ik heb nog bier. En ik zit op 1,5 uur. Zo, man. Dat is lang, vind je niet? Maar ze heeft zo'n mooie stem. Nou, op zijn hamburgers. Zakig, tjuhus. En dag lievers, want tot zo. Ik wil nog meer horen van deze mooie vrouw. Hey, tot zo, lievelingen.